Lekker van bij ons. Die slogan heeft u de voorbije maanden ongetwijfeld meer zien opduiken. Het is een initiatief van de Vlaamse overheid, onder meer om lokale producten te promoten. 250 producenten en middenstanders zijn al ambassadeur geworden. Tegen eind dit jaar moeten dat er 1000 zijn. We zijn in een kwekerij in Kruisem, waar boer Filip ons trots zijn varkens laat zien. Een kruising van bleke zeugen en donkere durokberen. Ze kregen de exotische naam Duroc d'Olive, omdat er olijfolie in het voer zit. Toch wordt hij ambassadeur van Lekker van bij ons, want ze zijn hier gekweekt. Er is niet zoiets als een varken dat typisch Belgisch is. De varkens hebben wereldwijd, rassen hebben wereldwijd al een beetje weg afgelegd. En er is veel uitwisseling tussen boeren, nationaal, internationaal. Vooral sinds corona wil de consument lokale producten. En Vlaanderen grijpt het momentum aan voor Lekker van bij ons. Ambassadeurs krijgen gratis promotie en wellicht meer omzet. Maar er is niet echt een kwaliteitscontrole. Je krijgt het label maar natuurlijk als je aan een aantal voorwaarden voldoet en als je ook kunt aantonen dat je effectief met lokale producten werkt. Maar we willen nu vooral dat bijvoorbeeld op kaarten in de restaurants, dat ook daar staat van kijk, we bieden, ik geef een voorbeeld, varkensvlees aan, dat van de lokale hoeve komt. We willen dat mensen dat ook zien, dat er aandacht voor is en dat het respect daardoor ook een stuk groter wordt. Ook de horeca kan het label krijgen, al werken lokale producten niet altijd. Bijvoorbeeld zoals olies en dergelijke, like bijvoorbeeld van Japan en zo, like dashi, ponzu, andere producten. Het is niet te vervangen door dingen van bij ons? Ja, ik heb het nog niet gevonden voorlopig alleszins. Maar ook hier wordt het lekkers van eigen terroir bijzonder gesmaakt. Het lijkt mij wel tof dat je zo weet van waar het product komt en dat mensen daar hun hart in leggen of ja, hun ziel zo. Dus dat vind ik wel tof. En denkt u dat het dan beter is als het van dichtbij komt? Eigenlijk wel.